Ja, goeiedag iedereen. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben werkende Wim. En ja, in principe ben ik eigenlijk dus tegenovergestelde van vakantie Vincent. Ik ben, laat maar zeggen, de vakantie Vincent uit het parallel universum of zo. En ja. Vakantie Vincent zou zeggen, dat moet ik lekker weten. En daar heeft hij ook wel gelijk in, of zo. Ja, ik ben dus werkende Wim en ik ben echt tegenovergesteld van vakantie Vincent. Ik ben bijvoorbeeld echt een ontzettende viezerik. Ik heb hier bijvoorbeeld twee slipjes. Ja, ik doe dat soort dingen. Hè? En dat soort dingen zou vakantie Vincent nooit doen. Hier, moet je kijken wat ik allemaal doe, joh. Ik ben echt zo'n ontzettende viezerik. Hier, ik trek hem gewoon over mijn hoofd heen. Ik doe dat gewoon. Huh. Maar goed, ik ben dus werkende Wim. Ik ben het. Ik ben gloedtyfus. Ik ben dus werkende Wim, maar daar belde ik jullie niet voor. Ik heb namelijk een hele belangrijke. Ik ben de manager. Ik ben de manager van vakantie Vincent. Want Vincent die doet zelf geen tering. Ik moet het allemaal regelen voor hem. Daar heb ik helemaal geen zin in. Waar is mijn slipje? Oh, hier. En ben ik een viezerik, ja. Oh, ik stop hem zomaar in mijn nek. Oh, ik ben baas, nu lijkt het wel zelfmoordterrorist. Ja, la, 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 la. Maar goed. Maar goed, ik ben dus de manager van vakantie Vincent en ik moet dat allemaal regelen, hè. Ik moet het allemaal regelen voor die vuile, vieze teringlijn en een vakantie. Ja. Maar goed, waar is mijn slipje? Maar goed, ik heb een hele speciale mededeling voor jullie van vakantie Vincent. Want vakantie Vincent gaat vanaf volgend jaar, althans jaar, Gregoriaanse kalenderjaar, die nergens over gaat. Maar goed, vanaf 1 januari gaat vakantie Vincent zijn Instagram en zijn YouTube splitsen. En TikTok kijkt hij wel wat hij ermee doet. Maar goed. Hij gaat zijn YouTube en zijn Instagram splitsen, want hij doet altijd hetzelfde posten. En hij dacht, nou, dat slaat nergens op. Dus wat gaat hij doen? Wat gaan wij doen? Wij gaan op Instagram blijven gewoon de coolste, de heftigste content maken die de wereld ooit heeft gezien. Maar dat doet hij sowieso. Dat doet hij gewoon zijn gekke shit. En zijn grappen en grollen. Die Vincent. Oh, het ruikt ook echt naar kut of zo. Lekker man. Daar gaat hij zijn gekke shit posten. Maar op YouTube gaat hij iets doen. Gaat hij 365 dagen Vincent doen. Hè? Hij gaat 365 dagen Vincent doen. Hij gaat elke dag een echte levenzeep posten. Huh? Een echte levenzeep. Dus een dag uit het leven van Vincent en dat een dag, een jaar lang. Huh? Nou, is dat niet leuk? Maar dan krijgen jullie hem wel met een dag vertraging. Dus als jullie weten wat Vincent vandaag heeft gedaan, dan moet je morgen kijken. Ja, morgen wordt echt lachen. Ja, oh, wordt het lachen. Dus vanaf 1 januari, om elke dag om 21:21... krijgen jullie een nieuwe geweldige video op de Vakantie Vincent YouTube pagina en de Instagram en TikTok. Ja, dat schuiven we dan even op een hoger plan. Op een ander plan. Of even opzij. We gaan weer terug naar de original. Jezus Christus, ik kom er gewoon niet uit. Ja, ik ben het tegenovergestelde van Vincent. Vincent komt er altijd uit, maar ik snap er geen tyfus van. Ik ben werkende Wim, ik lees ook kranten en die geloof ik dan en die vibreer ik dan of het mijn eigen mening is, weet je wel. Echt super triest allemaal. Maar goed, en
Ik ben werkende Wim. Ik neem nog een snuif. Nou. Hallo. Nee. Tot ziens. En een hele vervelende tot ziens.